We beginnen met studie 1 meta-analyse 2023. Geen enkel prestatiebevorderend effect voor duursporters. Ja. Vervolgens zeg jij wel, ik denk dat elke wielrenner in het peloton het zou nemen, lijkt mij logisch en elke topsporter zit er ook aan. Wat zie ik nou over het hoofd? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over extra creatine slikken, zinvol of onzin. Spieren zitten boordevol creatine. Handig voor acute energie wanneer je gaat sporten. Maar de voorraad in je lichaam kan wel heel erg snel leeg raken. Is het dus slim om extra creatine te slikken? Kan creatine je helpen om sneller te worden of het langer vol te houden? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, goedemorgen. Hey, Gerrit, goedemorgen. Als deze aflevering uitkomt, is het Goede Vrijdag. Mm -hmm. Dus ik wens je alvast een heel vrolijk paasweekend. Ja, dankjewel Gerrit. Ja. Jij ook, hè? Is het uh, bij jullie aan het gebruikelijk om daar een klein schepje creatine <laughs> over je eitje te scherpen? Over die eitjes. Uh, nou, ik zit even te denken... Of misschien in andere uh, etenswaren we dan op tafel zitten. Bij de kipfilet, denk ik. Het heeft wel uh, iets te maken voet. met eiwitten natuurlijk. Creatine, ja. daar gaan we het vandaag over hebben. Het is een eiwit. Uh, we gaan uh, stilstaan met de vraag. Moeten wij als serieuze, uh, recreatieve, amateur duursporters... Of voor mij, dat als stiekem een tofsporter die luistert... Ja. Aan de creatine-subletie... Doe jij het niet? Ik moet je heel eerlijk bekennen... ik heb het nog nooit voor mijn neus gehad. Ik, uh, ik heb het nog nooit genomen. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb er wel eens van gehoord. Ja, ben... die, die wel bicarbonaat ja, slikt. Ik, ik probeer van weet, alles. Magnesium ja, en vitamine D. Nee, nee. nee, nee, nee D en... die ken ik niet. Dus ik ben okay. heel blij dat wij zo aftrappen... met de vraag, wat is creatine eigenlijk? Ja. Verder gaan we antwoord geven op de vraag... waar zit het in je lichaam en wat doet het daar? Want het is een lichaams eigen stof, leren we al. Hoe zorg je voor voldoende voorraad van creatine? Is het slim om daar dan extra van te nemen? Maakt het nog iets uit welke sport je doet, of dat slim is of niet? En is er nog specifiek iets om rekening mee te houden als je geen vlees eet? En natuurlijk aan het eind van de aflevering gaan we zoomen met Vroemen. Hij heeft uh, even onder zijn atleten gekeken. Ken ik atleten die dat gebruiken? Waarom dan wel? Wanneer niet? Ja. Wanneer wel? Uh, eventueel nog even risico's checken bij onze sportarts. Mm -hmm. En natuurlijk in deze aflevering weer een aflevering van onze rubriek. Sneller door slimmer presteren. Uh, en daar gaat weer iemand een paar slimme sokken verdienen. Nou, snelle sokken, om slimmer te presteren. Maar uh, hoe zit het met jou, Jurgen? Eet jij wel eens creatine? Ik eet zeker creatine. Eet je het of drink je creatine? Ik, uh, ik eet het, maar dan wel uh, als onderdeel van mijn uh, dagelijks uh, voedingspatroon. Waarbij toch af en toe een stukje vis of een stukje uh, vlees ik uh, tot mij neem. Het ah. zit namelijk in spieren. Ja, dus, het zit uh, in spieren. Mee... Ook in, uh, in vlees en vis. Met ook in ook spieren we van dieren. Ja, we dan. Ja. ja, en, en dus zo eet je dat onze op de spieren. Ja, en ja. dat is, uh, nou ja, dan worden getallen genoemd van 1 gram per dag of zo. Neem je dan binnen op die manier. Uh, en daarnaast heb je jouw lichaam, kan het zelf aanmaken. Ja, uh, uit drie aminozuren bestaat het. Aminezuur hebben we gehad bij de eiwitten afleveringen? We hebben er al meerdere over gemaakt. Nou, uh, deze bestaat uit glycine, meen ik, metionine en dan heb ik er nog arginine? Nou, dat zijn eigenlijk de drie bouwstoffen voor creatine. Ja, en dat wordt dan gemaakt in. Ik zoek het even op: nieren, lever en je alvleesklier kan het maken, dus, dus op die manier uh, ja. Is het deels heb je een voorraadje al in je spieren. Het wordt ook afgebroken. Creatine wordt dan omgezet in creatinine, afgescheiden door de nieren. Dus je hebt continu aanmaak, afbraak, aanmaak, afbraak. Nou, ja, een van de termen waar ik aan moest denken is. Uh, we hebben het over, wel eens over de CK-waarde. Ja. Jij zegt afbreken. Dat is Creatine kinase. toch? Ja. En dat is een getal wat je kan meten in je bloed en wat iets zegt over de hoeveelheid spierschade. Ja, ja. Is dat dan kijken we dan naar de cirkel van creatine? Uh, weet niet? je wel? Uh, laat ik het zo na iets ingewikkelder. Kijk, dat geeft al aan dat er heel veel. Het is een marker voor spierschade die dus naar uh, in het bloed te vinden is als jouw spieren stuk gaan ja, van en trainen. Als, ja. En dat is niks anders dan dan weet je dus ah dat zit veel van dat enzym creatine kinase in uh, in spieren wat doet dat dat zet namelijk uh, creatine fosfaat om naar nou uiteindelijk met adp naar atp nou en even kijken atp even back to the basics. spierfysiologie atp is eigenlijk de energiedrager die betrokken is bij waar, ja waardoor je spiercontracties kan krijgen en waarbij elke spiercontractie Kost energie en dat betekent dat ATP, dus adenosine trifosfaat, dus adenosine met drie fosfaatgroepen, wordt omgezet daarbij naar ADP, adenosine difosfaat, en een fosfaatje. Dat is eigenlijk de primaire reactie. Ja. En wat nou? En toch voor de mensen die nu inschakelen, eerste Denk, aflevering ja. dit allemaal niet kennen, want het klinkt mij bekend in de oren. Als jij dacht, mijn spieren verbranden suiker ja. of zuurstof of, of, of vet, heb ik toch altijd klit? Ja, dat klopt. Maar als je dan die processen verder gaat volgen, is het eigenlijk het stofje ATP. Ja. Daadwerkelijk het stofje wat de spieren zet. Precies, dus dat is een brandstof om uiteindelijk tot, die leidt tot de vorming van ATP, een verbranding van glucose, suiker inderdaad van vet, ja. om weer ATP te vormen. Maar er is ook dus creatine fosfaat zit in die spieren, hmm. is ook een energiebron. En namelijk wel eentje die a, ah, hij is al voorradig eigenlijk, hij zit al in de spiervegel. Ja. En, en dus je hoeft niks te verbranden, mm -hmm. je hoeft daar geen uh, uh, ja, brandstoffen in te nemen. Je hoeft het, uh... en het andere is: het kan uh, shit veel energie leveren okay. en acuut, echt in de eerste seconde als jij gaat sprinten. Ja, nou. Uh, we hebben het volgens mij in de aflevering over warmingen bijvoorbeeld gehad. Over het lichaam moet altijd een beetje op gang komen. Dat ja. weet jij ook als jij gaat beginnen aan, aan een 5 km bij een Driebergenloop, om eens wat te noemen. Ja, we hebben onlangs <laughs> met veel plezier naar mijn uh, dagdag ja. gekeken bij de 6 kilometer race uh, van de Driebergenloop in 2024. Ja. Daar uh, heb ik klassieke domme fouten gemaakt. Bijvoorbeeld het idee. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zo dus een, hard mogelijk weg. Jonge hand. Ja, uh, als een jonge hinder heb ja. ik toch een kilometer lang op kop gelopen. Er zijn gelukkig prachtige foto's ja. van. Um, en als we dan samen naar die data kijken, zie je precies dat. Dus je ziet mij aan het begin vanaf minuut 1 heel veel vermogen lezen. Nee, te veel vermogen leveren. En op de mat hoge leggen, snelheid. En hoge ja. snelheid. En mijn hartslag, die nee. is nog onder de 100. Ja. Er gebeurt niks. Maar die komt zo langzaam ja. diagonaal omhoog. En tegen bij de 800 meter is, nou duurt nog best lang dus, ja. komt die eraan. En bij de kilometer zit die bam boven mijn, uh, mijn threshold. Ja. En voel ik dus ook aan mijn hele lijf, gast. Kappen. Precies. Maar ik heb dus een kilometer lang vol gas. Zonder eigenlijk dat het hart al ja, het zuurstof aan het roept. Zonder wat ze dan is. zeggen van oké. Okay, uh, kilometer is misschien ja. heftig hoor, voor de puristen. Het zal ja. uh, de halve kilometer zijn geweest. <laughs> maar het zijn, dus je hebt verschillende energiesystemen. En het, uh, het systeem waar we bedoelen met wat zuurstof kost, uh, kost verbranding uit vetten en, en glucose. aerobe verbranding. heeft gewoon tijd nodig om op gang te komen. Ja. Is wat langzamer kan en ook tot niet. Tot die tijd. Ja, stel tot we die moeten die tijd. vluchten voor een leeuw of ja. een panter. Nou, dan heb je, heb je er eigenlijk twee. De ene die Aneurope, dat wordt uh, wel uit glucose en dan uh, produceer je lactaat. Sommigen nou, ook misschien wel wat H, hè, de mm -hmm. verzuring. Maar ook dat uh, ja, daar heb je in ieder geval afhankelijk van je anaerobe tank. Daar hebben we een aflevering over gemaakt. Kun je dat een paar minuten misschien volhouden? Maar dan heb je nog eentje daarvoor. En dat is juist de creatine uh, voorraad in je spieren. En daar uh, dat kun je eigenlijk ja, ongeveer 8 à 10 seconden uh, van, vanuit tappen. En via de reactie dus, creatinefosfaat plus ADP leidt dan tot ATP. En die ATP heb je nodig voor die contracties. Ja. Plus weer, uh, wat je dan overhoudt, is een... Is een uh, creatine, los creatine. Uh, en dat enzym, wat daarbij betrokken is creatine kinase. Ah ja, daar zullen dus, we ingelopen ja. Maar ondertussen zijn we ook creatine tegengekomen. Dus ja. is de creatine, die al dan niet in, in mijn eigen organen, al dan niet via supletie, komen zo op, mm -hmm. uh, in mijn lichaam zit, is dat dan ook die brandstof Precies. voor die eerste is voor, 8 tot 10 seconden? Ja, is Voor twee derde bestaat die waarschijnlijk uit creatine fosfaat. Heeft dus wat fosfaat gebonden. En een ander stukje is gewoon nog als voorraadje creatine. Nou, en dat die creatine-fosfaat levert uiteindelijk voor die 10 seconden, kan je daaruit acute energie halen uh, om uh, snel ATP aan te maken. Wat super handig is als mens om ja. te overleven op de steppen als je opeens op moet springen en weg moet duiken ja, voor een gevaar. Ja. ja dus dat is uh, heel handig je, ja, voor de 100 meter sprint bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of voor de ja. mensen die knetterhard van start gaan en daar bij een lopen ja. die op de foto's van de eerste kilometer ja. willen staan dus dat is de, uh, de oorsprong van het stofje creatine en daar zit natuurlijk uh, nou ja goed uh, uh, spiervezels zitten daar boordevol wel mee ik ja. weet niet uh, uh, van nature ja en nu is het natuurlijk de uitdaging van oké okay, want het is na nou 18 seconden leeg en het kan dan wel weer aangemaakt worden. Maar dat gaat dus niet meer zo heel snel. En ja, en da daarvoor moet je eigenlijk weer herstellen. Ja. Dus dat, en, en normaliter, als jij natuurlijk die marathon gaat lopen, ja, goed, dan is dat helemaal niet, uh, niet relevant. En dan kan het uh, prima dat het na afloop zelfs gebeurt, zeg maar. Ah, hey, maar... want de reden dat we het hierover hebben... is dat we hier best wel wat vragen mm -hmm. over gehad hebben vanuit verschillende hoeken. Ja, ja. Uh, ik denk aan Michael Bentvelzen die daarover hebt. We hebben uh, Maliz Altena, ja. die let goed op die naam. Komen we later deze aflevering <laughs> ook nog tegen. Uh, die schreef, ik, uh, heb een, ik ben een boek over vrouwen en hormonen aan het lezen. Daar zit ook een stuk over creatine... Hebben jullie daar al een aflevering over gemaakt? Volgens mij niet. Ik lees allerlei claims over prestatiebevorderend ja. effect. En ook uh, de voedingsdeskundige bij de UATT, waar we het laatst over hadden, die wees uh, ook naar mij en zei: hey, Hebben jullie al een aflevering over creatine? Want dat is echt prestatiebevorderend. Dat is bewezen. Ja, oké. Okay, nou. Uh, nou, dat is een mooie aanleiding. Nee, kijk, als jij leest ook de IOC-voedingsdeskundige uh, groep, die hebben dan altijd een soort uh, richtlijnen. Voor, ja. voor topsporters moet ik daarbij. Ja. En dan heb je een lijstje van supplementen. In principe wordt altijd gezegd. Kijk, supplementen niet nodig. Mits. De, de baas moet goed zijn. Maar dat komt bovenop, aan de piramide, is dan toch een aantal supplementen die je echt als sporter moet nemen. Of ja, die ja je je kunnen je doet helpen. Nu even iets heel snels. Ja. Basis voedingskunde leer. Zorg eerst dat je vocht. Je koolhydraten ja. uh, en je uh, eiwitten, eiwitten inname, je ja. grote macronutriënten, ja. dat moet eerst goed, dan je vitamine, schoenten, weet ik veel, gezonde stof, en dan ja. puntje van de piramide, eventueel nog wat sleuteleren. Dus die zeggen: nou ja, en daar hoort creatine, is er daar één van, net zoals cafeïne, daar eentje van is bicarbonaat. Maar dan moet je natuurlijk wel even goed lezen voor welke sporter precies, voor welk niveau precies. En dan, nou, in creatine, wat ik al ga, aangeef, is gewoon heel veel energie in hele korte tijd. Ja. Kortom, ja, als jij uh, is het duidelijk dat het handig is voor explosieve uh, uh, inspanningen, voor krachtinspanningen die maximaal pak een beet een paar minuten duren. Nou, als ik jou goed luister, seconden, want ja, in die minuten uh, zitten wel in die andere ja, ogen. Het natuurlijk gaat erom als jij een 400 meter sprint ja, ja, ja. doet. Of mijn eerste 600 ja, meter op kop, dat, dat duurt een aantal het, minuten. Ja. Maar dan heb ik steun van die creatine verbranding. Ja. Is, dus, uh, is verbranding het goede woord? Nee, uh, gebruik, gebruik. Ja, door mijn lichaam. Ja. Ja. En het is het feit ligt daar. Als jij extra creatine neemt, we kunnen wel uh, straks even ingaan hoe je dat dan doet. Wordt gesuggereerd dat je in ieder geval zo jouw voorraad uh, creatine in je spieren met 20% kan uh, verhogen. Oké. Okay. Dus nou, dan dan kun je kan het meten, hè? He? Je kan gewoon ja. een biopje nemen, kijken hoeveel creatine ja. zit er in die spier. Dus dan ga je van 8 seconden naar nou, 10 seconden, of 9,6 is dat dan, hè? Als je het op ja. die manier. Dus altijd fijn om een extra voorraadje van die snelle energie te hebben. Ehm. Um, Vandaar dat het eigenlijk denk ik wordt aangeraden ook door, door IOC of um, nou ja, voor topsporters die uh, we, ja, werkzaam zijn of actief zijn in sporten zoals uh, sprint. Uh, Teamsport kan ook, waarbij natuurlijk intervalsporten als voetbal of. Ja meer spelsporten, waar op. je ja. vaak snel kort ja. een actie moet maken. Ja, want je, ja, je hebt gewoon, daar heb je wel genoeg tijd weer om te herstellen. Maar het is wel fijn als je bij die volgende inspanning die 10 seconden kan volhouden, dat sprintje dan 8. Dan ja. Dus in, in die zin is op zich de wetenschap het wel over eens dat op topniveau het best zinnig kan zijn om creatine te slikken. Alleen ja, dan is het nog steeds de vraag: van, wil je dat dan ook per se doen? Want uh, het is niet zo van ik neem even een pilletje voor mijn inspanning en ik ga van. Uh, en nee, wat uh, ik zei je, aan het begin, ik heb het spul nog nooit nee, gezien. Uh, ja. Als ik morgen ga beginnen met creatine supplementie wat, wat koop ik, wat heb ik voor ja. mijn neus, hoe neem ik dat in? Nou, ik begrijp dat het een, uh, dan moet je hem kopen als creatine-monohydraat. Ja, dus een dat blik is mijn... met poeder of zo? Ja, dat is volgens mij een blik poeder. En ik las eigenlijk dat je het dan uh, op het moment dat jij het oplost, dan moet je het heel snel opdrinken, want het uh, vervalt al heel snel naar creatinine. Nou, ah, dat is niet de actieve dat stof. Dat wat ook in je ja. lichaam gebeurt, dat gebeurt ook in water of een andere vloeistof. Ja, dus ze ja. zeggen van nee, dan eet het samen met je, met je bakje yoghurt. of jouw, uh, je koolhydraten als hersteldrank. Bijkomend voordeel is namelijk dat. Uh, enerzijds creatine, die bevordert ook je suikeropname in je spieren. Oh. Ja. Um, maar dat lijkt me een veel langer durend effect. Op ja. het moment dat je zegt. Nee, maar als als je meer creatine al... heb, dan kan mijn spiervezel. Hè, we hebben ooit die mooie mm -hmm. aflevering over de mitochondriën ja. gemaakt, kan meer suiker opnemen of glucose. Ja. Ja. Dat klinkt mij opeens een stuk interessanter. Nou ja, goed, de vraag is wat je wat je precies mee doet. Maar dat, dat is een. Dus als jij jouw uh, glycogeenvoorraad efficiënter zou <laughs> willen uh, bevoorraden. Ja. Ja, dan werkt een schepje creatine daarbij. Uh, wat het dan doet, is: of het zetten uh, ja, de specifieke transporters, dus de kanaaltjes, extra open. Het andere is wat gedacht wordt: ja, het uh, doordat het creatine is iets wat uh, als eiwit veel, best wel wat water, vocht aan zich bindt. Mm. Krijg je efficiënt gezien dat jouw spiercellen net iets groter worden, qua volume toenemen. En daardoor misschien ook wat meer. Ja, of koolhydraten kunnen opnemen. Dan moet je niet denken dat het een enorme effect is. Maar dat is in ieder geval wel een nadeel. wat we, ga ik meteen noemen. Als jij creatine slikt langere tijd. ja, je, je, je komt aan. En dat zit hem deels in grotere spiervezels. Uh -huh. Nou, de vraag is of dat nou echt. Ja, dat zit hem deels in, in de kracht zelf. Want je wordt echt wel krachtiger. Je wordt steeds. Er is ook meer vocht in. Omdat je natuurlijk meer energie even kan vrijmaken. Je hebt er eigenlijk meer acute energie energievoorraad. Maar dan zit hem ook gewoon puur in het bulkier worden, om meer, meer vocht dat gewoon in die spiervezels gaat ja, zitten. Dus je kan ja. je voorstellen twee weken geleden hadden we het al over de enhanced games en hoeveel ja. er wordt gepakt in de sportschool. Creatine is volgens mij ook een middel wat veel voorkomt in de sportschool. Ja. Als jij natuurlijk naar de sportschool gaat om er gespierd uit te zien, ja, is dit wel de de degelijk kreet, effectief. Ja. Ja. En het gaat vaak, nou ik meen om twee tot drie kilo of zo, uh, die je dan zo in een, een, een periode van een maand kan aankomen. Dat ja, dus ja, en dat dan het... zie ik al meteen de keerzijde. Ja. Als wij het hebben over duursporters. Ja. die hardlopen, halve marathon, hele marathon, 10 kilometers. triatleten ja. uh, die op een fiets. Ja. Want dan hebben we toch in deze podcast vaak ook over hoe lichter... Hè, hoe minder melk melkpakken je, je mee omhoog hoeft te zeulen, ja, ja, ja. hoe beter. Dus eigenlijk, nou ja, langere tijd is eigenlijk altijd gezegd... creatine voor duursporters, nou, niet doen. Irrelevant, ja. gewoon. En, uh, en dat komt alleen door dit, of is er ook prestatieonderzoek gedaan? Heeft het effect op ja, de prestatie? oh zeker. Er is, uh, nou ja, eerst, eerst het... Uh, ja, er is uitgebreide meta-analyse, waarbij alle studies dan op... Uh, uh, op één hoop zijn ge, 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 gegooid en dan is gekeken wat komt daar, ja, oh wat is de algemene trend daar die we zien. En dat is dan toch duidelijk als je kijkt naar prestatiemetingen. En of dat nou op een, uh, een vermogen is wat je trapt in een tijdrit op een fiets in het lab, of op een loopband uh, een uh, 20 kilometer moet lopen, uh, of nou ja, alles wat met duur inspanning uh, wat je kan koppelen aan prestatie. Waar mm -hmm. uh, begint duur voor de wetenschap? Vijf kilometer? Misschien wel sneller, denk ik. Okay. Ik denk drie, drie kilometer. Oké, oké, oké. Ja. Okay. Zeker. ja. ja. Um, en dat wordt eigenlijk de slotconclusie, nee, maakt niks uit. Uh, die studies en dit is een vrij recente meta-analyse, toch? In ja. 2023. Ja. Dus dat is duidelijk, ja, niet. Laatste doen. wetenschappelijke inzichten, ja. duursporters, hebben ja. niks aan creatine. Nee. Precies. Dat doen we. Ja, dat uh, zegt de alleen, wetenschap. Ja, nogmaals, en dan moeten we even nuances. Ja, dan zet je natuurlijk mensen twintig minuten op één tempo, waarschijnlijk, op een fiets. En dan is het natuurlijk de vraag: boot je daarmee een echte wedstrijd na of een ja, race, ja. of noem maar op. Kom ik zo op. Want het andere, in een andere meta-analyse, die keek puur naar de VO2 Max, de maximale zuurstofopname. En die wordt ook altijd gezegd. Ja, het is een belangrijke. Uh, uh, uitgangspunt: basisvoorwaarden uh, om uh, voor een duur Ja, een soort van de, de meter van conditie. Toch? Ja, ja. Uh, en dan zeggen ze eigenlijk: wat wij vinden is juist een kleine, maar wel significante afname in je V2 max als je creatine gebruikt, versus als je een placebo gebruikt en dan een bepaald trainingsregime ondergaat. Maar en, wow, ja. Het is toch dus zij zeggen: kijk daarmee uit, maar zij nu dat hoeft dan dus voor de prestatie misschien niks uit te maken. Blijft hetzelfde. Maar als jij puur kijkt naar de motor, want daar is eigenlijk hè, de aerobe motor is juist, denk ik, uh, een heel belangrijk iets wat uh, in ieder geval de VO2 max iets over zegt. Dan zeggen zij: ze, ja, wat er was, maar nogmaals, dat is een beetje gissen. Wat er misschien gebeurt, is dat je creatine. Ja, dat. Zit natuurlijk voornamelijk in jouw uh, snelle explosieve spiervezels. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk twee typen. Hè? De langzame rode spiervezels voor het duurwerk. En de korte uh, de, uh, werk heb je de, de explosieve witte spiervezels. Nou, die laatste groep. Ja, de naam zegt het al. Die zijn voor de kortere explosieve mm -hmm. inspanningen. Mm -hmm. Die hebben alle machinerie om zonder zuurstof hun energie vrij te maken. En die zullen ook... Waarschijnlijk, die zijn groter vaak. Dat zijn ja. ook de, de bulky vezels. En die hebben gewoon meer creatine. Uh, die andere, de rode spiervezels, zijn eigenlijk gewoon veel smaller, veel dunner. Maar die, die hebben veel meer En die kunnen veel beter energie genereren vanuit de verbranding van vetten heel ja. glucose. En we hebben al vaker in de podcast geleerd. Dit zijn concurrerende systemen. Ja, Onlangs nog met Matthias Verstralen over ja. de roeiers. Ja. Ging het ook heel erg over ja. duurvermogen versus kracht. Het is heel moeilijk om die twee samen te laten optrekken en dan zeg ik, ik wil ze in allebei verbeteren. Lichaam moet een keuze maken en wat deze uit, deze analyse eigenlijk dat die suggereert is ja door al die creatine te nemen ga je waarschijnlijk toch jouw spieren meer richting het anaerobe metabolisme duwen. Uh, waarschijnlijk dat je toch ja, misschien of het aantal uh, exclusief de witte spiervezels neemt toe of worden net iets groter. Dat in ieder geval jouw stof, ja, jouw stofwisseling kiest. Dan denkt van ah, ik moet aneroop wat sterker worden, maar en tank ga ik daarmee wat verbeteren. Misschien dat daarbij creatine ook nog aanzet tot uh, een verbetering van die hele machinerie enzymen om. Om juist die uh, energie vrij te maken. Dus zij zeggen juist van, nou, uh, prestatie, misschien maak ik zo, maar het kan net, en dat is het leuke als je natuurlijk prestatie bekijkt, dan kan je nog altijd een stukje ook weer uit die NRO-tank hebben gehaald, et cetera. Dus zij ja, denken maar dat, dat, is dat is net het... de voorboden die je al maakt. ja, wacht even. Een labstudie is geen race. Nee, nee want dat is dan toch wel uh, laatst ook weer een, een studie verschenen. En die is een beetje een, een verhalende review, maar die zegt, ja, let op. Wielrenners met name. Als je goed kijkt naar de wielrenrace, ja, dat is uh, 90% op je dode akkertje bewijzen wijze van. Hè? En uh, lekker in de slipstream, gebeurt er helemaal geen flikker. Alleen, er zijn altijd uh, sleutelmomenten waarop er gedemareerd wordt. Uh, die, nou, je hebt sowieso de eindsprint, maar ook tussensprint. Ga je mee, ga je niet mee. En dus in die zin is het ook een beetje een intervalsport. En zij zeggen uh, van daar zou toch creatine uh, inname, extra creatine inname best wel... Van belang kunnen zijn? Nou, dan refereren we naar een studie. waar in ieder geval Luc van Loon uit Maastricht heeft meegedaan. met wat Australische onderzoekers. Vond ik wel een, een interessante studie hoe zij dat hebben aangepakt. Als je denkt, nou, het lab is wel heel ver weg van de werkelijkheid. Zij hebben gedacht, nou, dan proberen we toch wat, uh, wat dichterbij te brengen. En um, dus zij hebben bij 18 wielrenners en triatleten, hoog niveau gekeken. Uh, drie keer een tijdrit laten doen van 120 kilometer. Zo, in het lab, hè? In het lab. Ja. Nou, dat oh. doen ze ongeveer drie uur over. Nou. En hebben ze elke tien kilometer hadden ze een tussensprinter erin gezet van één tot vier kilometer om een beetje het echte, de echte koers na na te bootsen. En een tussensprint ze... van vier kilometer is wel ja, lang. Ja, nou ja, ja, nou ja. Dat <laughs> dat zeg dus... ik even met al mijn Zwift race ervaring. Ja, ja. <laughs> hebben ze een baseline er, uh, meting gedaan en daarna uh, gezegd: oké, okay, jullie krijgen creatine of placebo. Wisten natuurlijk niet uh, wat precies. Dan kunnen we zo nog even uitleggen hoeveel dan en hoe lang. En dan hebben ze eigenlijk die metingen herhaald. Um, en ze hebben ook nog gekeken, maakt het dan uit of je extra koolhydraten geeft? Waar we het eerder over hadden. Om gehad. te kijken of dat ja. effect er is dat je ja. dat beter zou kunnen ja. opnemen. Nou, wat ze vonden, zei eigenlijk dat met creatine inderdaad de sprintprestatie in die tussen-sprints, maar met name op het eind echt wel een uh, stuk... Ja, significant beter was. Dus uh, daarmee is aangevende dat... en ik vermoed dat... elke uh, toprenner eigenlijk... in het uh, hedendaags professionele peloton... toch ook creatine... Op die, ja, wel... Uh, Belangrijk woord neemt. wat je kiest, dit vermoed jij. Daar ja. hebben wij geen data nee. van. Nee, maar nee, is jou logisch. Jij vroeg mij al hoeveel gebruik, gebruik ik heb. Eigenlijk geen enkel idee. Ik vroeg jou buiten de uitzending. Ja, ja. Weet en... je hoeveel mensen dit gebruiken? zijn? Nee. nee. Maar de... ik voel het best wel veel. Nou, ik uh, waren nog wel. het populair supplement in 400 miljoen dollar omzet in de US in 2015. Dus het is een... Uh, ja, voor de fabrikanten ervan uh, een, 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 een middel wat best wel wat uh, in de kas uh, brengt. Uh, ik keek ook nog even op, op, op internet. Ik vond het vrij behoorlijk prijzig voor Ja, richting 30 uh, euro ja, en hè, zo weer een aantal tientjes weer ja, in de keukenkastje. Nou ja, en dan weet je wat je namelijk moet doen. Um, zoals die nou, en Moly, 30 dagen wordt toch al gauw gesuggereerd om te gebruiken. Misschien kan het is dus mensen... dus niet een soort uh, à la de bicarbonaat, nee. je neemt het op racedag. Die zijn ook knijten duur. Maar die pak je dan één keer een zakje op, uh, ja. uh, op de racedag. Ja, en voor het echte uh, als je het echt wil weten, moet je maar naar de fact sheet voor van Topspot Topics kijken. Het zijn... staat in de show notes. Ja. Hier heb ik staan 2 tot 5 gram per dag gedurende 30 dagen. En dan heb je in het begin ook nog een laadfase van een week, of vijf tot zeven dagen, met vier keer vijf gram. Op een dag. Dus dat zijn best wel flinke hoeveelheden. Um, wat je dan wel vaak ziet, is dat mensen bijvoorbeeld een week van tevoren weer gaan stoppen. Met het idee, omdat ze dan uh, in eerste instantie volgens mij sneller het vocht kwijtraken. Oh ja. uh, maar dan nog wel kunnen profiteren van de uh, daar zit er toch schijnbaar nog wel wat creatine of genoeg creatine in de spieren, om als die extra energiebron. Dus daar moet je ook een beetje. het wil niet per se. Je kan er, laat ik het zo zeggen, als jij het hebt genomen, een kuurtje. Kan je er nog best een, een tijdje van profiteren? Um, ja, misschien een, een paar weken in ieder geval. Oh ja, ik heb hier staan: na stoppen duurt het vier tot zes weken tot weer op het oude niveau. Nou. Oké, okay, dus het is een soort na l effect. Ja. Maar ik ben langzaam wel een beetje in de war, Jurgen. Want ja. we beginnen met studie 1, meta-analyse 2023. Geen enkel prestatiebevorderend effect voor duursporters. Ja. Volgende studie, en, en dat komt dan met name om... we zien niet veel baat op de lange uh, sportinspanning. Hè? Mm -hmm. Het is voor korte termijn. En je hebt ook nog gewichtstoename, kortom, per saldo negatief. Ja. Volgende studie, VO2 max gaat er wat op achteruit. Ja. Vervolgens zeg jij je wel, ik denk dat elke wielrenner in het peloton het zou nemen, lijkt mij logisch, en elke topsporter zit er ook aan. Wat zie ik nou over het hoofd? Ja, ik denk dan juist. Nou, nou, laat ik het concreet voorstellen. Wat, wat moeten jij en ik als amateur hier nou? Ja, ik, ik moet ik al helemaal niet, want straks die marathon in Rotterdam, dan ga ik echt gewoon Is allemaal rustige één, duur. Eén tempo lopen of noem maar op. Uh, ik denk dat je heel erg moet afvragen. Ja, Kijk, het andere is, als mensen nou echt uh, best wel hard trainen... en ook veel hittraining doen als onderdeel van eigenlijk hun hele... Ook de High sporters, Intensity Intervals ja. bedoel je? Ja, dan kan het helpen om uh, net even meer uh, explosiviteit te hebben. En wat dan wel gebeurt, want die hittrainingen... Uh, en de mensen die in de spierschool komen, die zullen zeggen ja... De spierschool? Ja, uh, de sportschool. Uh, spo <laughs> uh, de spierkweekschool. <laughs> ja. Um, ja, het herstel namelijk. Nou, waarvoor, nou waar, waar komt de spierschade met name vandaan? Is natuurlijk die ook weer die explosieve spiervezels die je dan inzet bij hoogintensieve inspanningen. Ja, daar, die hebben tijd nodig om te herstellen, met name. Uh, daarbij, als jij, nou ja, eigenlijk die sterker maakt, of laat ik het zo zeggen, uh, een betere energievoorraad uh, hebt aangelegd. Ja. Dan merk je gewoon dat ze A meer aan kunnen. En B dat ze ook sneller herstellen. Hmm. Dus het is, uh, die studies zijn ook gedaan. Intensieve inspanning. Daarna gekeken naar herstel. Ik denk dat ze creatine kinaas misschien hebben gemeten. Of in ieder geval. En dan natuurlijk. blijkt als je creatine slikt dat je eigenlijk die herstel sneller gaat. Ja. Dus je kan weer wel voor het herstel, dus daar kan ik me ook voorstellen bij topsporters. Maar je neemt mijn nog niet weg, want vorige nee. week zitten wij met Sybren Logs, zeggen we ook, ook een marathonloper, ja. gaat veel rustiger duur, maar doet ook intervallen om zijn tempo ja. omhoog te krijgen. Nu zeg jij, nou, juist voor die intervallen, die kan je misschien wel wat beter aan, ja. herstel je wel wat beter van. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar dan is het dus voor elke sporter zinvol, ja, relevant nou ja. om dit te nemen. Ja, het het kan. Kijk, ik denk nog maar. Uh, als jij een sport hebt waar het ook aankomt op korte versnellingen, explosieve, explosieve krachtsinspanningen. Mm -hmm. in ieder geval tijdens de wedstrijd, nou dan is Wielrenner duidelijk van. Ik uh, een triathlon... Nee, daar Korte zit trail, al, al sprint minder, minder koers in natuurlijk. Ja, ja, ja. sprint als alleen je. Alleen doe je alleen dat is een soort tijd. Ja, precies. Idee. In een dus tijdritformat is dat minder. Dat vind ik minder. Een uh, 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 baanwiel rennen bijvoorbeeld. Nou ja. Um, aan de andere kant, en dat is wel interessant denk ik voor Guido om eens te vragen. Ja, als jij een sporter hebt die gewoon heel veel traint. en daarbij ook, ook hoog intensief als, als onderdeel van zijn hele gepolariseerd trainen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen je moet het niet doen. Nee. Behalve dan dat ik altijd zeg, ja kijk waarom kijk uit met supplementen. Ja, daar heb want je ze, een algemene. Wat ze kunnen vervuild zijn. Uh, ten tweede heb je het geld ervoor over. Uh, en ten derde, nou, belangrijk is toch wel weer, ja, kijk uit dat je niet te zwaar wordt. En dat ja. kan wel in je nadeel werken. Dus het is ergens een balans die jij, denk ik, uh, moet, uh, ja, die, moet gaan moet afwegen. En ik kan, ja, ik kan me ergens ook uh, dat het, ja, het is gedoe. Je moet dan weer. Meer een, een potje erbij ja. <laughs> en een poedertje erin. Ja, en, ja, en ja, dat ja. Het voor de ene het toch wat meer oplevert dan de ander. En dat is misschien de laatste. Uh, ja, wat ik toch nog wil zeggen. Is het hiermee af? Nee, er, er zijn namelijk wel uh, wat oud. De recentere artikelen in de literatuur en dan gaan ze het een beetje verschuiven uh, creatinegebruik van de sporters naar bijvoorbeeld de ouderen. Nou, we, ouderen, we hebben het over gehad, de ouder wordende sporter. Ja. Waar moet die juist? Uh, die moet blijven bewegen, maar die moet ook aan zijn kracht denken, omdat die ja. kracht ja, verder achteruit holt. Ja. Dus is het nuttig om daar juist uh, wel creatine suppletie uh, te geven? Nou, daar is laatste woord nog niet over gezegd. Uh, en de Tweede groep is, ja, de vrouwen, al het onderzoek wat ik noem, is toch bijna allemaal op mannen gedaan. Uh, bij vrouwen weten we eigenlijk niet. Er wordt wel gezegd, enerzijds hebben die natuurlijk minder uh, spiermassa, in absolute zin. Uh, volgens mij ook relatief minder uh, exclusieve spiervezels. Uh, en uh, ja, iets anders van nature schijnen die wat meer... Uh, creatine wel relatief te hebben in de spiervezels. Maar eigenlijk hoe dat precies uitwerkt, of zij dan ja, uh, hun laadfase of hun uh, extra creatine weer andere dosering moet zijn, is onbekend. Moet je meer nemen bijvoorbeeld rondom de menstruatie of... Uh, nou ja. Daar is allemaal geen onderzoek meer aan nee, gedaan, zeg je? Nee. dus dat... Uh, en het derde is wel het punt, als je nou geen vlees eet of vis... Ja, maar zo begon jij. Ja. Jij zegt, ja, ik eet creatine, want ik eet regelmatig een ja. stukje vlees of vis. Ja, en hoe en haal je in. dan je creatine binnen? En dat is, uh, dat, is, dat is een uitdaging. Dus we weten wel of uh, de onderzoekers hebben gewoon... Uh, als mensen, echt de veganisten, hebben gewoon ja, minder creatine in hun lichaam... Ja. Uh, het lichaam probeert zelf aan te maken uit die andere uh, uit aminezuren. lukt wel, maar ja, is het daar mogelijk? Ja. Jij denk... zegt lukt wel. Ik kan me herinneren uh, in uh, aflevering 14 mm -hmm. al bespraken wij de documentaire uh, ja. Game Changers Game Changers ja. over sporters die vegan waren ja. en sterker dan ooit, sneller dan ooit. Nou, we hebben toen wel uh, mm -hmm. ook onze licht ja. propagandistische film, ja. maar toch. Ik had niet het idee. Nou ja, dat werd eigenlijk niet gezegd, moet ik nu zeggen. Nee, ik had maar... niet het idee dat die mensen het advies gaven... je moet er wel creatine bij Nee, stikken. en we hadden het ook uh, over die eiwitaflevering... laatst hebben we het ja, ook, kwam die het twee. Ook niet, ja, het is wel, ik zit daar nog onvoldoende in... zolang ik nog af en toe een stukje vlees uh, eet... en uh, een stukje vis. Ja, er zijn wat, ess of, ja, wat essentiële uh, uh, um, voedingsmiddelen... of onderdelen die, natuurlijk, die je mist als je dat niet uh, neemt... En dus plezier uh, vitamine B12 hadden we het over denk ik toen of, ja uh, ja, ja, nou ja zeker ja dus vitamine de B12 was bekend dat weet weten ja. elke vegetariër ja. waar we het over hadden in de eiwitaflevering een aantal weken terug was dat plantaardige eiwitten heb je meer van nodig ja, om klopt. aan de vergelijkbare ja. eiwit te komen en nu lijkt je dan specifiek toe ja. te voegen hou eens even een oogje op specifiek creatine Nogmaals, als jij uh, een, uh, een Denk ik toch wel belangrijk, een topsporter bent, exact, die het moet hebben exact, van explosieve inspanningen. Exact, exact, ja. exact. Mits dat en daar. Ja. We gaan zo zoomen met Vroemen. en dan gaan we met hem kijken wat hij uh, ziet en weet onder zijn atleten met betrekking tot uh, creatine. Je noemde al um, weinig onderzoek bij vrouwen. Dat was nou precies de aanleiding dat Marlis mm -hmm. ons mailde. En Marlis, die is sowieso heel erg betrokken. Je volgt haar misschien al op Instagram als at try daar documenteert zij haar weg naar haar eerste hele triathlon... en hoe zij daar allerlei afleveringen van de Slimmer Presteren-podcast... in haar training toepast. Superleuk. En het zal je niet verrassen dat ook zij een inzending heeft gedaan... voor de ah. Snelle Slimmer Presteren-sokken... over iets wat is blijven plakken bij haar. Sneller met Slimmer Presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met Slimmer Presteren? Miep, miep, ja, hier Marlies vanuit dat. Want de beste tip die jullie me ooit hebben gegeven is voor nog meer herstel. Lekker in een warm bad na het trainen. Dus niet in een koud bad, maar in een warm bad. Ja, maar vanuit een uh, warm bad. Nou is het leuker dat wij onderling al appen. Want uh, onlangs zagen wij Femke Bol uh, indrukwekkend wereldkampioen Indoor worden. Ja. En wat kwam daar s'avonds op de Instagram en op de NWS.nl? IJsbaden. Nou, ik, uh, deze zet ik al, uh, want ik heb laatst voor top Top Topics... een fact sheet nog mogen Ik zag hem in uh, de afleveringenplanning uh, dus eraan uh, komen. Maar we gaan het erover hebben binnenkort. het over te hebben. het is allemaal uh, nogal genuanceerd. Ja. Ja. En over het verschil tussen adaptatie en herstel. Hè? Ja. Maar goed, voordat we naar uh, Leusden-Noord gaan... nog even een, een shout-out naar een aantal mensen... die deze podcast mede financieel mogelijk maken. Omdat zij gingen naar vriendvandeshow.nl... slash slimmerpodcast... Doe jij dat ook? En schenk ons op zijn minst een kopje koffie in de maand, of het liefst een hele pot voor een heel jaar. Um, Jurgen, weet je wie dat allemaal gedaan hebben? Nee, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik zal het eens vertellen. Fokke Jan Botke. Die uh, gaf in één keer een hele pot. 33 euro voor het hele ja. jaar, kreeg hij één kop koffie gratis. Ruben van Zijl deed dat ook. Shout-out naar Ruben ja. uit Den Haag. Leuk trainingsmaatje van Michiel Helligers. Allemaal een beetje inside. Maar Ruben heeft onder andere ook onlangs ons geboekt. Al jaren, 4,5 jaar roepen we aan het begin van de aflevering eh, zoek jij een presentator of een spreker voor jouw event? Je kan ons boeken. Ruben deed dat. Ontzettend leuk uh, sport- en uh, cultuur-inspiratiecafé in de Krimpende Waard hadden we. Wijnand werd ook vriend van de show. Ik denk dat dat Wijnand van de Bok uit Utrecht dan is, die we ook bij de Driebergenloop zagen. Anjem Werners, die kwam ik zeker tegen bij de Driebergenloop, werd ook vriend van de show. En ook Jiri is vriend of vriendin van de show geworden, ja. weet ik niet. Ik kan twee kanten ja. op met die naam. Dat uh, ga je ons vast nu laten weten. Dus wil je ook een keer genoemd worden met een shout-out in een aflevering? Surf nu gelijk even naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Schakelen we snel door naar Leusden. We gaan zoomen met voemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, hey. goedemorgen. Guido, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op Goede Vrijdag in aflevering 175, oftewel nog maar 25 te gaan tot zaterdag 19 oktober. De live opname van onze 200ste aflevering. Iedereen die het nog niet gedaan heeft, meteen maar even een kaartje bestellen. Uh, wat we in ieder geval ja. daar niet bij de lunch neerzetten, <laughs> <laughs> denk ik, na alles wat ik de afgelopen half uur heb geleerd over creatine, is een potje creatine. Guido, heb je er zelfs wel eens van gesnoept? Nee, eigenlijk. Nou ja, weet, niet in een, in een kuurvorm of zo. Nee. Nee, nou daar kwam ik dus ook achter toen we deze aflevering gingen beginnen. Ja. Ik denk, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Maar wel in je, in je stukje vlees en vis. Ja, daar zit het natuurlijk wel in. Hè? Ja. Ja, daar zit je, he, iedereen heeft het nodig En dat zit toch er, he, in dat soort producten: vlees, vis. Daar, daar krijg je dat toch binnen. Ja, precies. Het, ja. Nou, we hebben van Jurgen van alles geleerd over uh, voor welke inspanning en op welke manier het in de spieren energie levert, en dat het dus vooral uh, in die eerste acht tot tien seconden veel een goede brandstof is, dat het handig kan zijn voor sporten uh, die te maken met sprint, korte sprint en uh, spelvormen, voetbal, ja. hockey, uh, dat soort zaken snel aanzetten. Um, ja. Heb jij beeld of onder de atleten die jij als uh, topcoach begeleidt, mensen die heel serieus met de sport bezig zijn? creatine een algemeen gebruikt supplement is? Nou, algemeen. Er zijn er wel die dat um, zo af en toe gebruiken, inderdaad. Maar dan heb je ook inderdaad wel dus degenen die ook kort en hard moeten, vaak achter elkaar. Ja, maar, maar ook, euh, ook uh, want dat, dat was eigenlijk vonden we interessant. Ja, je hebt natuurlijk de, de pure sprinters. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook iets als wielrennen, waarbij ja, uh, de duursporters en mountainbiker die af en toe behoorlijk uit die anaerobe tank ja. moeten gaan tappen. Precies. Even, uh, uh, ja, dat noemen wij altijd duursporters, maar ja. daar zitten wel explosieve inspanningen bij. Absoluut. Hoe uh, kijk je veel. daarnaar? Uh, hebben die uh, uh, zin nut bij het gebruik van creatine? Dat kan zeker nuttig zijn. Kijk, vaak is het hetgene waar ze dan tegenop kijken, of wat, wat hun dan een beetje de wenkbrauw doet fronsen, is denk hmm, wacht even, als ik die creatine ga gebruiken, ga ik vocht vasthouden, ga ik ook wat zwaarder worden. Mm -hmm. En ik moet al die berg op. Hmm, dat weet ik niet. Heb ik dan nog voordeel daarvan? Of heb, is het dan eigenlijk weer <laughs> ongeveer, ja. het voordeel wat ik van de creatine heb, is dat dan ook weer weg dat ik wat zwaarder ben? Ja, nou, ik denk dat je echt wel, als je een grotere creatine fosfaatpool hebt, dat je dan wat vaker in het rood door kunt trekken hè, dat dat meer gebruikt kan worden dat systeem, zeker herhaald achter elkaar um, dat dat wel een, bij, bij, bij dit soort inspanningen zoals cross country mountainbiken en de short track mountainbiken uh, zeker wel voordelig kan zijn ja ja, want jij gaf aan, ik heb een aantal atleten waarvan ik het weet. Uh, wat voor sporten ja. zijn dat? Zijn dat die mountainbikers? Ja, ja, dat zit hem daarin, inderdaad. Voornamelijk in het mountainbike. En dan heb je ook nog het kortere, uh, de kortere races daarbij, die nog korter zijn dan de, de cross-country. Uh, nu heb je ook de short track en je hebt ook uh, uh, de, de Eliminator. Um, wat is korte dat? De tijdritten. Even wat is de Eliminator bij het mountainbiken? Ja, dat zegt het woord zelf al, hè? Ja, ik heb een beeld. Moet maar staat er iemand met een waterpistool af te schieten, of wat? <laughs> nee, ik Pain sta ball? daar dan. Ja, ja. Een soort man met een hamer. Uh, op de hoek ja. sta ik dan. Boing. boing. Ja. Nee, ja. dat is met z'n vieren starten in heat. Um, en het is een, uh, een heel kort um, rondje van, ja, meestal één een, een kilometer, anderhalf kilometer met allerlei hindernissen. Dus vaak ook kan het in, in, in een... Um, in een centrum van een grote stad zijn waar ze iets bouwen. Mm -hmm. um, en er zijn twee rondjes rijden. En dan de eerste twee gaan door naar de volgende heat. Ah. Die klinkt super leuk. Ja. <laughs> waar, waar kunnen we dit kijken? Waar kunnen we dit kijken? Ja, dat heb je de uh, uh, Eliminator Cup. Dat is echt, het is ook heel erg leuk. Het is ook spannend. Het gaat ook keihard natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Die gasten gaan echt keihard. Ja, um, een van de Jeroen van Eck doet dat. Oh, ja. um, dat is een van jouw atleten. Ja, is het ook... Europees kampioen geweest, World Cup leader. Ja. Dat, maar dat ja. is dan op de E-mountainbike. Eh, of doen we ook zonder E? Eh? Eliminator is gewoon zelf trappen. Ah, Oké, okay. heel goed. Is dat een, en... een Red bull formaat? Want zo klinkt het wel. Of is het... Uh... Nog niet. Nee, okay. nog, nog niet. Het nog past niet. wel, nee. denk ik. Ja. Het zou... Nee, volgens mij is... Moet ik even denken. Dan weet ik niet meer wat een Red Bull... Is dat een forecross? Maar dat is, weet ik niet zeker. ja. ja. Dit is ja. toch nog een beetje... Een soort... Um, nou, Sprintdiscipline van het mountainbiken. Ja, hè? En daar gaan. heb je natuurlijk wel voordeel ja. van een, een grote creatine Ja. Exact. En, en weet je want, dan. Uh, want je de... moet hier ook bij deze, bij deze dan toevallig. Dan moet je naar één niet. Dan moet je. Ja, een paar minuten later moet je de volgende ja, ja. Ja. heat. En zo ga je. Een eh, paar minuten later. Korte hersteltijd. Ja. ja, er zit niet zo heel veel tijd tussen. Het is niet ja. dat je dan een uurtje later eh, pas weer moet. Ik je hier verrustig in een een gaan gaan de ja. gaan zitten. En werken die atleten dan met inderdaad kuurtjes van een, van een, uh, van een periode? Of uh, slikken ze wel eens het hele jaar door? Hoe, uh, nee, het hele jaar door niet. Nee. Het is wel kuurtjeswerk. Nou, okay. weet, je, ja. weet je waarom dat is, gedaan, Want dat zeg je vrij stellig. Maar, waarom? Nou ja, ik zei al een maar. Daar begon ik al mee. Maar ik denk dat het... Um, als je het zeg maar dagelijks gaat gebruiken... en niet in een kuurvorm, een soort stootkuur... Hè, dus. Dan zit je op 20, 30 gram of zo per dag gedurende een week, twee weken. Ik denk als je het in lagere doses gaat gebruiken, van 3 tot 5 gram ongeveer dagelijks, dat dat voor meer mensen, meer sporters, wel eens voordelen kan hebben. Aha. Het zit natuurlijk ook in je, in je eten. Ja. Ja. En als je, dat, als je die, die nou ja, dagelijkse hoeveelheid creatine die je eigenlijk toch wel nodig hebt, sowieso al. Binnenkrijgt daarmee kan dat best wel eens voordelig zijn. En, voor je en oud, ook hè, vlees, voor je vleeseters en uh, niet-veganisten, want daar hadden we het over. Dat van is de vraag het, hè? Ja. Kijk, vegetariërs en veganisten die hebben natuurlijk sowieso, denk ik, meer baat bij, omdat ze eigenlijk ja, misschien wel een tekort hieraan hebben. Hmm. Ik, ik ben toch geneigd als uh, bewaker van dit podcastformat, waarin wij toch ook uitspraken doen op basis van wetenschap, om jou een beetje te challengen. Want ik, ik hoor aan je woordkeuze dat je speculeert. Dus dat mag. Ja. Dat mag. Ja. Maar dan wil ik wel wat meer beredenering... waarom je tot die verwachting ja. komt. Nou ja, creatine is wel bewezen dat dat um, bij de spierfunctie uh, en uh, de energielevering van de spier een belangrijke functie heeft. Ja, nee, helder. Heeft Jurgen helemaal uitgelegd. Ja, nou ja, dus als je dat niveau van... Eh, als je die creatineniveau op een, op een goed pijl kunt houden... door het eh, extra te eten... Ja. zul je daardoor meer arbeid kunnen verrichten... op een hoog niveau waar dat gebruikt wordt. Ja, want dat laatste Ik, is wel belangrijk. Hè? Dat is dan specifiek voor... Ook voor die, die hoge intervaltraining... of die trainingen waar je, waar je diep ja. gaat. En, High en de intensity intervaltraining. Ja. 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 20 seconden keihard, 20 seconden rustig. 20 seconden keihard, 20 seconden dat. Ja. We hadden het uh, vorige week over de Noorse methode. Hè? Misschien jou ook wel bekend... waarin je misschien wel twee keer per dag... lekker in dat zone 2 tegen die threshold aan gaat zitten. Opeens ja. denk ik... zijn dat dan ook het type atleten die je hier baat bij, bij zouden hebben? Of is dat dan nog sub dus eigenlijk niet. Ja, dat zou ik dus, dat laatste, denk ik. Subthreshold, dus ja, Sub is, ja dan, weet je, dan zit je dus eigenlijk. Nou, de, um, je zit in een steady state gebied waarbij je lactaat aanmaakt en lactaat weer verbrandt met zuurstof. Mm -hmm. ja. Als brandstof. En ook gewoon glucose verbrandt om uh, um, uh, energie te maken. Dus dat zit eigenlijk qua uh, intensiteit veel lager dan echt puur. Uh, het CP-fosfaatpool systeem, hè? dat ja. zit echt dat is echt zeg maar, nou ja 200% van je FTP en hoger exact, exact, dus het is maar, echt voor die pad heen ah, wacht. maar ik weet niet, kijk, ik denk dat er, qua onderzoek heb ik nog niet echt direct kunnen vinden of de, of de, de creatine hè, fosfaat ook gewoon bij de rustige duur trainingen En de sub-threshold-trainingen, wat we hebben als zone 2, of delta ook wel een belangrijke functie zou kunnen hebben. Of die, of die een soort van mee verbrandt of steun verbrand wordt of zo. Ik weet het niet. Nee. Ja, nou is goed dat je het nu. Guido gaat, uh, ja, gaat even zoeken in zijn aandacht. Okay. Dit ja. heb ik nog ja. helemaal niet. Kijk, we hebben het steeds over creatine-fosfaat als zijnde die energiedrager. Maar er zijn ja. wat nieuwe ideeën mogelijk ah, kijk. wat kijk. het nog meer kan doen. Want het is vaak met dit soort stoffen, dan blijkt het nog allemaal iets ja. meer. Nou, ik had het al over die toename glycogeensynthese, hebben we genoemd. Dat is bekend. Maar hier wordt ook gezegd: mogelijk, ook een positieve bijdrage aan spieractivatie. En die VO2-kinetiek, dus die, die snelheid, waarmee Kijk, jouw uh, zuurstofopname na begin inspanning uh, in het werk wordt gesteld. En dan komt ja. er ook nog mogelijk verlagend effect op ontsteking en oxidatieve stress en positief op de aanmaak van mitochondriën. Mogelijk, nou, ja. Je... Oké, okay, wie Morgen. zegt dit? In welke context? Ja, en wat is, wel, is mogelijk? In wetenschappelijke studies wordt dit dan... Uh, ja, dit is dan gevonden misschien in proefdieren... of op uh, geïsoleerde mytogondriën. Ja, ja, ze zien het, maar ze kunnen ja. het nog niet als evident nee. benoemen. En dat is het lastige als je dan naar het hele systeem kijkt... en denkt van ja, je meet prestatie, daar hebben we het over gehad. Ja, pik je dat op als er toevallig 3% meer mitochondriën zijn aangemaakt... maar. Als een ander enzym wat betrokken is bij de aerobe verbranding juist weer uh, 5% omlaag is gegaan. Dus dat, ja, dus ja. Het, is, het, het heeft mogelijk wel iets meer effecten in de cel dan alleen maar het, het feit dat het die P, die fosfaat, ja. drager is, wat belangrijk is voor die uh, ATP ja. uh, En aanbaan. toch haal ik dan toch even terug de grote meta-analyse 2023 ja. die je aanhaalt, die zegt ja, maar we zien uiteindelijk, op, ondanks dat dit misschien aan de hand is, op een geen, geen uh, nee. positief effect nee. op duurprestatie. Nee. Nee. Dus ik zou, nee ja goed, ik zei het al eerder, ik zou het sowieso niet nemen, maar... Nee. Uh, nee. maar misschien helpt het zeg maar om een beter herstel, sneller herstel, mm. na de inspanning te krijgen. Ja. Uh, we hebben... En nou ja, voor mij als, als trainer, als ik het zo bekijk, en niet als wetenschap, maar als trainer, en ik zou iemand nou ja, dit dagelijks ook dan laten slikken. En hij, um, hij of zij nou ja, gaat daardoor sneller, voelt zich beter, herstelt beter. Maar eigenlijk trapt hij hetzelfde vermogen met dezelfde hartslag, et cetera, hetzelfde gevoel. Dan vind ik dat gevoel wat hij zeg maar daarna heeft, dat hij sneller herstelt. En zo vind ik eigenlijk al het belangrijkste. Ja, ja dus dan ik al dat zou je dan de moeite waard trapt. vinden. Zonder dat ik dat wetenschappelijk kan aantonen, ja. omdat ik zoveel procent winst daarbij heb. Maar dat is kan, vaak het ja. moeilijke. Dan kan je net zo goed een potje placebo geven, natuurlijk. Alleen dan met een sticker creatine. Misschien. Maar... Nou, misschien is die dat gevoel dan toch op een gegeven moment minder. Ja, heb ik toch een vraag <laughs> nog? Van, zie jij in uh, de mensen, jouw atleten die het gebruiken, zie je inderdaad die effecten van snelle uh, toename in, in gewicht? Niet alleen van spiermassa dan, maar ook juist dat vocht vasthouden. En, uh, nou ja, wat... Dat gebeurt wel, ja. Als je ja. Zeg maar, maar dan heb je het wel in grote hoeveelheden gebruikt. Hè? Ja. Want dat, die gewichtstoename, als je het zeg maar 3 tot 5 gram per dag neemt, dat is op zich nog wel, ja, volgens mij blijft het dan een beetje binnen een kilo of zo. Oké. Okay. Een kilo. En, ja, maar met die kilo, stootkuur volgens ja. mij kan het richting de drie kilo gaan. Of, uh, ja, ja, dan gaat het ja. wel naar twee, drie kilo. Maar ja. Misschien de grote kerels uh, die ze, uh, dan wordt het wel vier, vijf kilo. Ja. Nou, dus, uh, maar ik wel... denk wat ik, wat, wat ik ook wel daar heb ik nog niet echt uitgeprobeerd mee, is, maar omdat ik ook wel een aantal lange afstands triatleten heb die vaak dan um, in hele warme omstandigheden moeten presteren. Mm -hmm. Um, die zitten dan vaak met een vochtbalans. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment problemen. Dan denk je, ja, fuck man, ik moet echt zoveel drinken. Dat gaat haast niet meer. Hè? Um, dat je altijd in tekort gaat komen dan. En dan wil je eigenlijk ervoor zorgen dat iemand vooraf supergoed goede vochtbalans heeft. Ja. Dus als je dan ja. zou denken, nou, weet je, we gaan gewoon creatine. In een lage dosis ook al wel hè, van tevoren gebruiken, dan word je al 1 of 2 kilo zwaarder door. Je houdt dat vocht vast. Weten we in ieder geval dat je al extra veel vocht al hè, ja. goed die vochtbalans al super goed is aan de start. Want dat, verlies je, dat gebruik je toch allemaal daarna. Mogelijk kan dat wel helpen doordat je dan nou ja, minder snel in een gedehydreerde status komt tijdens die race. Ja. Een... Wederom hoor ik dat je speculeert. Maar ik vind het wel een interessante visie. En, en, en ik vraag dan ook even biologisch aan jou: dat vocht wat in die spieren wordt vastgehouden doordat die creatine er zit, is hetzelfde vocht wat eventueel daarna gebruikt kan worden als mijn vochtbalans achteruit gaat of ik moet zweten of whatever. Dat is niet... Ja, ja, dat zweten, dat gaat er dan wel uit, hè? Exact, ja. is, exact. Maar dan, dan zou er, het ja. dus ook, dat vocht wat in die spiercel zit, komt dan ook ja. mee in de, in de cyclus. Dat is handig voor die mensen die aan die, dat core-experiment meedoen. Ja, ik heb wel eens gehoord <laughs> dat mensen 7,1 kilo in 55 minuten vocht verloren. Uh. Ja, ik ook. Ik zei, ja, kom al, stuur die man even door naar mij, want ik geloof er niks van. Even, want dit begrijpen de luisteraars. Nee, dat is een inside joke, hè? Ja. Nee, ik doe, ja, we hebben natuurlijk een een sportlab gedaan over de core hittesensor en uh, core zocht proefpersonen. Dus ik had me aangemeld, alles voor de wetenschap, toch? Zeker, dat doe je goed. Dus ik ben proefpersoon voor een core studie. had ik maar van tevoren iets beter gelezen, wat het vereist. Want ik moest dus een, een standardized uh, openingstest doen. Dan moet je dus met minimaal drie lagen kleren. met een schuur met de, de ramen luch. dicht en het liefste verwarming aan. Moet je een protocol fietsen. Uh, warming up van 35 minuten en dan 10 minuten volle bak en dan nog 10 minuten afkoelen. Ja. En dan die, die hittesensor moet, moet boven de 38,5 komen. Maar ze willen ook je sweat rate meten. Dus dan moet je vooraf Voornen, meten, ja. achteraf meten tussendoor niet drinken. Ja. Maar <laughs> ik, ik had dat van de week gedaan. Maar ik had ook een beetje stress. Want ik had bedacht, om vijf over acht gaat de UATT weg. Ja. Nou, doe ik dat mooi om zeven uur. Doe ik dit eerst even. Dan kan ik ook nog met de UATT een beetje leuk meetrainen. Maar het duurde allemaal iets langer voordat ik wegkwam. Dus ik had een beetje haast. Dus ik had, ik had acht minuten tussen het einde van de test en de start van de UATT. Dus ik als een speer, Ik kan goed wisselen. Ik, ja. We <laughs> dus ik als een speer van die fiets af al die kleren uit, nou die waren letterlijk doorweekt, was echt echt, nou kon je uitvringen, later ja. ook, ik had dat over een fiets, nee, een stadsfiets gehangen, en daar lagen letterlijk de druppels op de grond zeg maar, zoveel was er wel uit. Dus ik spring in mijn blote reet op die, uh, op die weegschaal, en dat is voor digitale weegschaal, en die begint al allemaal raar te doen, <laughs> jongen, en, en knipperen, en waardes. en dit en dat, en Alarm, deel, al, bieeuw, bieeuw, ja. Ja. Alarm. Nou, uiteindelijk na een tijdje dus Gaf die aan, wat was het? 75,1. Nou, en ik roep hier altijd: ik ben 80. Ik ben s ochtends na bed, als ik gegeten en gedronken heb, op een hele dag. Mijn openingsweging was 72,2. Hmm. Had... Dus ik dat gauw opgeschreven en ik ja. weer een droge kleren aan op die UTT-fiets, bidonnen leegsleppen. Na een tijdje zit ik zo te fietsen. Ik denk 82, 2, 75, 1. Wauw. Zo. So, misschien moet ik dat voor mijn volgende 10 kilometer race even doen. Dat scheelt vijf plakken, vijf plakken, meeslepen. Maar goed. Dus ik begin dat zo een beetje te appen in jullie. En toen zei je er ook al: nou, dat lijkt mij wel veel. Ja. Ik, ja dat lijkt mij eigenlijk ook wel veel. Ja, dus ja, maar ik was wel... Ik was wel echt doormecht. Ja, er met, zat met, wel veel oh, gewicht oh. in die kleren. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, ja, ja. na een uurtje heb ik toch maar... had ik die andere training klaar... en, uh, netjes, en gegeten en gedronken erop gestaan... was ik gewoon weer 82. Ja. Dus dat kon Apart, natuurlijk hè? niet. Hè? <laughs> ja, nee, daar kon ah, nee, natuurlijk niet. Je had wel 12 liter gedronken. <laughs> nee, ik had 3,5 liter gedronken. Dus oh, dat ja. kon niet. Of 2,5 <laughs> Tweeënhalf. Maar um, nee, en dat was ook nog. En ik heb de hele nacht drie keer naar de wc gerend, want zoveel vocht was ik helemaal niet kwijt. Want blijkbaar had ik ook te veel gedronken. Maar goed, lang verhaal kort. Okay, Wetenschap verhaal. in de praktijk valt niet mee. Ja. En dan komen we er dus nee. achter. Maar ik heb nu van jou een mooie, en analoge weegschaal gehad. Top. Uh, dus we kamer, gaan de proef. Uh, kamer, nog gaan we maar een keer herhalen. een aflevering over maken sowieso? Hyperhydratatie. Wat is Hyratie. dat zo? Maar Guido, eigenlijk, of het zinvol is om de dagen voor een race of van tevoren je eigenlijk te loden met vloeistof. Oh. Zodat je minder snel uh, uitgaat. Dus Guido speculeert dus nu dat dat interessant kan zijn. Ja. En jij zegt nou. Nou, dat is een, een onderwerp die ik al op mijn lijstje had, uh, had staan. Want dat is toch wel een, een trend. Of ik in heb in nog een stofje. Waar, waar discussie over uh, gevoerd wordt. Of dat, uh, ik heb nog is. een stofje dan wat we dan moeten doen. Wat dan? Glycerol. Glycerol, ja. Wat is dat? Oké. Okay. Dat is ook zo'n. Uh, Binnen water. Ja, binnen dat, dat, is, dat is smerig, maar dat hou je ook voor. Pas. Ja. zitten we hier nu een beetje live en in uit in een soort redactievergadering te houden goed laten we terug voor de zomer nee, uh, zetten het we die op lijst ja. ja terug naar de orde van de dag Let op. Uh, ja. dit willen we vinden we wel leuk dus uh, met elkaar bedenken waar moeten we nog eens een aflevering over maken je hoort mij vandaag al bewaken daar moet dan wel wetenschap over zijn dus Jurgen moet wel iets kunnen vinden zou dat naar Koen Deurlo, die uh, van de week uh, ongevraagd in de e-mail ook met wat suggesties kwam van hey als je nou eens onderzoek uh, doet uh, dit zijn ook handige tools ja. om om wetenschappelijke papers te vinden. Dankjewel Koen. Uh, mocht jij uh, nog suggesties hebben, ga ik je zo uitleggen hoe je dat kan laten weten, maar niet voor dat. Uh, deze komt uit op Goede Vrijdag. We gaan het paasweekend in. Dat betekent dat zaterdag 30 maart, eerste fietswedstrijd van het seizoen. Hmm. Club event met Jochem uit hagen en een hoop luisteraars gaan we naar Almere voor de eerste tijdrit. Ja, nu ja. een beetje te Bam. laat om nog aan de creatine <laughs> te gaan. Uh, en als ik goed geluisterd heb deze aflevering, even de conclusie creatine slikken zinvol of onzin. Voor een 30 kilometer tijdrit, steady pace, heeft creatine geen nee, zin, ja, toch? Het zijn Sido? lange rechte wegen. Tenzij aan. je echt gewoon hard gaat starten. Ja. <laughs> ja, ja daar ja, heb ja. ik wel een handje van. <laughs> ik zou zeggen, weet je, doe gewoon, neem vandaag nog gewoon even 30 gram creatine <laughs> en de eerste kilometer rij je echt voluit. Misschien rijd ik de eerste kilometer wel op kop. Oh nee, ja, dat kan natuurlijk niet met natuurlijk een tijdrit. Tijd maar oké, okay. ik, ik weet niet of ze tussentijden hebben. Ja. Ja, nee, maar oh ja, als je dan... Kun je in ieder geval proberen de snelste tussentijd <laughs> naar één kilometer te zetten. <laughs> ja, nou, ik vond, het toch, uh, ik vond het toch een deuk voor mijn ego, hoor, die drie driebergenloop. Uh, het, het zijn wel mooie foto's, maar uh, ja, nou, stom. Het is toch mooi, zo'n uh, zo grimas. Ja, daar wel. Ik had, dus, ik had dus ook letterlijk... want als je goed kijkt op die foto laatste kilometer... ik heb nog duimpje pink hè, van mijn vijf vingers... waar moet je op letten? Ja, ja. Lachen. Ik kreeg dus op een gegeven moment ook een soort van... kramp, <laughs> kramp. kramp in mijn wangen. Zo hard was ik aan het grimassen. Ja. Dat kan ook. Kramp in je wangen. Ja. Ik denk met nou, creatine had je dat kunnen vermijden. Wat ja. had ik? Nou, kramp in je armen. Ook van dat mm. of niet? Dat je denkt... oh ik krijg ook nog kramp in mijn armen van het rennen. Nee, dat heb ik geloof ik niet gevonden. Ah, dan kan het dus nog een tikje harder. <laughs> Ja, ja, precies. Nou, dankjewel. Mocht jij nog leuke tips, aanvullingen of vragen hebben, dan uh, kun je ons op een aantal manieren bereiken. We zijn de Ad Slimmer Podcast op Instagram en de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Ga ons vooral even volgen. Dan weet je meteen iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat. Je kan ons daar ook berichten sturen met suggesties, reacties. Of dat kan je ook doen op onze website: www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook de webshop waar je kaarten voor 19 oktober kan bestellen. Waar je snelle slimme sokken. Snelle, slimme sokken. Ja, klopt. Snelle, slimme sokken kan bestellen. Een uh, mooie Slimmer presteren t-shirt voor uh, bij de Rotterdam Marathon bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, alles wat je maar leuk vindt. En uh, je kan ook naar, uh, mailen naar post@slimmepodcast.nl voor al jouw vragen en suggesties en alles wat je maar van ons wil weten. Um, dan zijn we eruit. Ja. Volgende week. Als het een beetje mee zit, weer een aflevering in de serie over uh, de Olympische Spelen nee, Parijs. Zeker. Kijken wat de embedded scientist van de baanwielrenners allemaal te vertellen heeft. Als er nou volgende week iets anders in je podcast staat, dan is daar een kink in de kabel gekomen. En leuk nieuws. Het is een beetje prematuur, maar misschien gaan we rondom de Olympische Spelen ergens in het land ook wel iets leuks uh, live doen. Dus uh, als je dat zijn. wil weten, ja. gaan ze vooral wow. ook even volgen op de socials. Tot zover. Het was weer een uh, fantastische vrijdag. We gaan het paasweekend in. Is goed. Stukje fietsen op de dijk in Almere morgen. En, ja, uh, succes, uh, Gerrit. Ja. Lekker ja. hard knallen. Ik heb wel gewoon een gewone fietshelm. Ah. Oh. Oh, oh. oh. oh jammer. Oh, ja. Helaas. Je, dat zit al tussen je oren. Guido. Ja, dat is al min één. Tot de volgende. Hoi. Yo. Hoi. 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 Ja, wat leuk dat je nog luistert aan het eind van deze aflevering over creatine. Als je nou voor het eerst naar de Slimmer Presteren podcast luistert. Er zijn al meer dan 174 afleveringen gemaakt. Bij deze een kleine gids over waar kun je nou verder de diepte in. Jurgen, welke aflevering zou je aanbevelen als vervolg op deze aflevering? Ja, dan zou ik teruggaan naar aflevering 15. Weet je toch een basisaflevering over het verschil in... Ga je hard of ga je lang? Uh, dus in een duur inspanning versus een explosieve krachtinspanning. En dat heeft te maken ja, met energiesystemen en met spiervezels. En met aroop enroop, an andere manieren om energie te creëren. En dat, uh, dat is wel, past goed, denk ik, bij het verhaal Zeker, mooie aflevering waarin ik veel geleerd heb over de verschillende type atleten. En uh, hoe, hoe je anatomisch ja. ergens goed of slecht voor gemaakt kan zijn.